Bij glasatelier Oud Rijswijk werd geruime tijd gewerkt aan een groot raam met dierenfiguren. Dat gebeurde in opdracht van een particuliere klant die het raam wil gaan gebruiken als creatieve oplossing voor het scheiden van twee ruimtes. Er moest dus een verschuifbaar glas in loodraam komen met als thema dieren en jungle. De opdracht was, het moest een soort oerwoudachtig tafereel worden met wat wilde beesten daarin. En het hebben we wat schetsen gemaakt in het begin. En vervolgens in samenspraak met de klant was nog een eis van ik wilde nog een olifant en een witte vlinder in hebben. Wij hadden oorspronkelijk een zebra erin getekend en uiteindelijk zijn we dan tot een eindontwerp gekomen. Dat betekent, dat heb je al gezien in het atelier, dat we het glas moeten gaan snijden eerst. Kleuren uit gaan zoeken samen met Hans, het schilder en ontwerper. En dan gaat het naar boven, naar de eerste etage, naar het schildersatelier. Daar wordt alles geschilderd, gebrandschilderd en in de oven gebakken. En sommige stukken gaan er zo'n 3-4 keer in om bepaalde effecten te bereiken. Nou, dan als dat gedaan is, dan is een intensief werk, dan gaat het naar beneden en dan wordt het in het lood gevat. Er worden al die loden strippen ertussen gesoldeerd en daarna wordt het paneel gekit om hem wat steviger te krijgen. En verstevigd met koperen profielen om als iemand er tegenaan zou lopen, dat het intact blijft. En het geeft ook stabiliteit aan het raam. Na het ontwerpen, het schilderen en het zetten van het glas, dat allemaal plaatsvond in het glasatelier, is het vandaag tijd voor het plaatsen van het raam in de woning van de opdrachtgever zelf. Na al het voorbereidende werk is dat een spannend moment, waarbij zowel schilder Hans als Peter zelf aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat het enorme raam zorgvuldig en precies op zijn plaats wordt gezet. We zijn hier in Schavenzande en in een bijgebouw, behorend bij een woonhuis. En daar hebben we een gebrandschilderd raam ontworpen en uitgevoerd. Daar zijn we nu de laatste hand aan het leggen. En dat moet de ruimte scheiden in twee ruimtes. Dus dit is de eetruimte en hierachter is de relaxruimte. Om de bestaande ruimte in tweeën te delen was eigenlijk een raam nodig van ongeveer 3x3 meter. Maar dat is uit één stuk niet goed te maken. Oorspronkelijk was het de bedoeling een raam te maken van 3x3 meter. Maar dat in verband met het formaat is dat niet goed uitvoerbaar en niet verantwoord. En toen hadden we begrepen dat het in samenwerking met de firma Royos, dat is een aannemer, die heeft een schuifdeur gemaakt. En toen hebben we die 3x3 meter verdeeld in 9 panelen. Gebrandschilderde panelen. Meestal zijn ze wat kleiner formaat, dus deuren, bovenlichten, zijlichten. We zijn nu met een ontwerp bezig voor een vrijstaand huis met een tochtpui, dus met twee zijlichten, een bovenlicht en een deur in het midden. Nou, daar zijn we nu een art deco ontwerp voor aan het maken. En zo komt er van alles voorbij, maar ook de gewone rechthoekige gekleurde bovenlichten bij particulieren. Dat doen we ook. Plaatsen doen wij in eigen beheer en dat wordt in een speciaal beglazingsband geplaatst en daarna wordt het afgekit. Dat moet wel vakkundig gebeuren en het zit in hardhouten glaslatten. Heel het raam, heel het schuifraam is vervaardigd van hardhout. Het moet ook van zichzelf al een behoorlijke stevigheid hebben omdat het toch een behoorlijk oppervlak is. Bij het ontwerp van het raam is rekening gehouden met allerlei zaken, zoals de verdeling in 9 losse panelen, de extra loodlijnen die ter versteviging worden aangebracht, maar ook met de lichtinval, zodat alle kleuren het best tot hun recht komen. De lichtinval in de ruimte verandert natuurlijk door de dag heen en dus ziet het raam er steeds anders uit. Dat geeft de ruimte straks elk moment van de dag een andere sfeer. We hebben natuurlijk op onze lichtbakken al een beetje bekeken hoe het eruit gaat zien. Maar nu kan je over het geheel kan je mooi afstand nemen en dan heb je eigenlijk veel beter beeld van wat het uiteindelijke resultaat is gebeurd. Dat kan je ook met fotomontages doen, maar zo in werkelijkheid en met de lichtinval van boven en de verlichting anders aan de achterzijde. En 's avonds heb je natuurlijk weer een heel ander beeld. Als het donker is en de ruimtes zijn verlicht en je zou het zeker aan de achterkant goed verlichten, dan denk ik dat het nog sprekender wordt. Dus je hebt elk uur van de tijd heb je een ander beeld van het raam. Glas in loodramen hebben doorgaans regelmatig onderhoud nodig, maar deze waarschijnlijk niet. Want normaal is glas in lood vaak buiten geplaatst, in weer en wind. En in deze binnensituatie is de verwachting dat er weinig slijtage zal optreden. Loodprofielen in de buitenlucht, in bijvoorbeeld kerkramen, gaat ongeveer 120 jaar mee.
dan is het gecorrodeerd en dan moet het lood vervangen worden. Maar in zo'n binnensituatie komt dat eigenlijk niet voor. Wij kunnen het altijd nog restaureren of repareren als dat ongelukje zou gebeuren. Dus dat is op principe geen punt. En we hebben alle tekeningen, die bewaren we in ons archief. Dus mocht er in de toekomst wat gebeuren met zo'n raam, dan kunnen we dat altijd nog oplossen. Als alle panelen straks op hun plaats zitten en alles is afgewerkt, hoeft de eigenaar zich dus voor de komende eeuw verder nergens zorgen over te maken. Alleen natuurlijk het schoonmaken. Een beetje glasseks, af en toe een beetje schoonmaken, dat is het tegen bestand. Want alles wat ingebrand is, zit er definitief ingebrand, die glasverven. Dus daar kan eigenlijk nooit wat mee gebeuren. Dat is voor de eeuwigheid gewaarborgd. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Glasatelier Oud-Rijswijk.